naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een AliExpress shoplog voor jullie. Ik heb het hier allemaal voor me. Het is echt bizar veel. Ik denk dat dit nog wel de grootste bestelling is die ik tot nu toe ooit op AliExpress heb geplaatst. En ik moet zeggen, ik doe het ook eigenlijk helemaal niet meer zo heel erg vaak. Dit heb ik namelijk in december besteld en het is nu pas ongeveer binnen. Het is nu begin april. En er zijn nog een paar items nog niet eens binnengekomen. Dus ja, het heeft heel erg lang geduurd. Het is in ieder geval een mega grote AliExpress shoplog. Heb je zin in deze video? Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik me echt heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met de shoplog. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten van de AliExpress producten die ik heb besteld. Dus check even de beschrijving. Daar ga ik alles lekker linken. Dus daar kun je alles terugvinden. En ja, laten we gewoon snel beginnen. Ik zit hier helemaal omringd met allemaal AliExpress spullen. Dus let's get started. Nou, ik heb dus een heleboel dingen geplaatst in december ongeveer al. Een bestelling geplaatst. Voor mijn nieuwe kamer vooral. Zoals je misschien een beetje op de achtergrond ziet, heb ik mijn kamer veranderd. En daar heb ik ook heel veel video's over gemaakt. Dus check die even. Ik zal hem hier boven. Dit is de eeuwige struggle hier of daar. Even linken die video's. Heel erg leuk is het geworden. Maar daarvoor wilde ik wat dingetjes bestellen. Dus dat heb ik gedaan. Laten we gewoon gelijk beginnen, want het is bizar veel. Oké, dan begin ik wel gelijk gewoon met een item wat niet met mijn kamer te maken heeft. En wat ook gelijk een beetje een tegenvaller is. Ik pak wel een paar. Dat is namelijk dit. En je denkt vast, wat is het? Nou, dat zal ik je eens even vertellen. Dit is zo'n ren. Een soort hondenbench ren-achtig. Maar ik dacht, dit is helemaal leuk voor mijn konijnen. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, ik heb konijnen. Echt hele schatjes zijn het. Teddy bunnies. En ik ben echt gek op ze. Maar ik dacht, ik haal hier gewoon een ren op AliExpress. Nou, ik zag het helemaal voor me. Maar het is echt een beetje een veel. Het was 25 euro nog wat. En wat krijg je? Je krijgt zeg maar gewoon een rooster. En allemaal van deze, ja, van die houdertjes zeg maar. En dan kun je het dan allemaal insteken. Zo. Heb je dus een houdertje hier aan. Nou, dan pak je nog een rooster. Ho. Nou, die steek je dan ook weer neer in. En dan heb je dus, nou ja, kun je een hele ren maken. Maar wat het probleem is, ik heb het dus al getest. Ten eerste dacht ik dat dit veel groter was. Dit is echt super laag. Het is helemaal niet zo hoog. Dus als mijn konijnen zo doen, zeg maar, dan kunnen ze er al overheen. Ten tweede, als je dit er zo zeg maar insteekt, wacht, zo, je ziet het al, als je het dan op de grond zet, gaat dit heel erg snel, ja, een beetje zo staan. Dus je hebt gewoon een opening, dus het is helemaal niet handig. Mijn konijnen die kunnen er gewoon tegenaan leunen en het valt al om. Dus ja, niet echt top dit. Misschien als je echt een heel klein hondje hebt of zo, maar niet voor mijn konijnen in ieder geval. Dus dat is een beetje een miskoop, een beetje jammer. Goed, hij was dus €25,57. Hier het eerste zakje. Oké, ik heb hier dus iets. En ik dacht, dit vind ik handig. Denk ik. Hoop ik. Het is namelijk. Wow. Hij is wel mooi stevig. Zo'n telefoonhouder in het goud. Dit is hem. Hier kun je dus je telefoon inzetten. En het is dus gewoon van dat staal en dan in het goud. Ja, best wel handig, vind ik zelf. Ik doe namelijk altijd als ik mijn make-up doe, dan leg ik mijn mobiel zo tegen de spiegel aan. En dan kan ik ondertussen filmpjes kijken. Dat vind ik echt heel erg chill om te doen. Oh, er zit zelfs een beschermhoesje op. Oké. Maar ik dacht, hoe handig is het dan om gewoon een telefoonhoudertje te hebben? Want als ik dan die spiegel pak, dan flikkert die mobiel weer om. Dus ik dacht, ik heb daar gewoon een houdertje voor nodig. Dus dat is deze. Ik moet zeggen, hij is best wel klein, maar hij is wel heel stevig. Dus ik hoop dat dit ding mijn mobiel kan houden. Want ik heb best wel een grote mobiel. Ik heb de 12 Pro Max. Ik ga het gewoon even testen. Vast wel, ja. Nou, ik vind dit helemaal handig. Deze telefoonhouder, even kijken, die kost €1,81. En ik ben hier echt over te spreken. Hij is ook echt super dik qua kwaliteit. Dus het is niet echt zo'n flut dingetje. Dus helemaal top. Volgende item zit in het gele envelopje. Wat is dit? Oeps. Oké, heel vaag. Geen idee wat dit moet voorstellen, maar oké. Dat zat erbij in. Misschien gewoon voor de leuk of zo. Geen idee. Maar het gaat om deze. En ik vind het heel erg leuk verpakt. Sealed for safety. Waarschijnlijk kun je het al zien op de verpakking wat het is. Ik ben heel erg benieuwd hoe die echt uitziet. Oh my god. Oh ja, dit vind ik zo mooi. Oeh. Nice. Ik heb namelijk een
schaar besteld op AliExpress. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. En volgens mij doet hij het. Laat het gewoon testen. Hier heb ik dat kartonnetje. Nou, super dit. Ja, ik vind het wel mooi. Ik heb dan mijn kamer beige met groen en planten en dan gouden details. En ja, ik dacht er moet wel een gouden schaar voor hebben. Ik heb nu namelijk echt zo'n lelijke. Dus dit vind ik echt heel erg nice. Die schaar kost €2,94. Wel wat prijziger, maar ziet er goed uit. Oké, dan gaan we naar het volgende. En hier was ik misschien nog wel het meest excited over. Ik was ook heel nieuwsgierig hierna. En het is dus binnengekomen en dat zit in deze vaas. Die heb ik er al in gedaan. Ik heb namelijk deze pluimen besteld. Ze geven nog wel heel erg af. Ik heb ze, ik heb er haarlak opgespoten, maar nog steeds geeft het wel heel erg af. Maar ja, ik heb dus deze pluimpjes gekocht. Ze zijn ook best wel kort, maar perfect voor in mijn vaas. En je krijgt er dus best wel veel van binnen. En ze zijn ook best wel mooi, vind ik. Kijk, dus die heb ik hierin gedaan. En dan heb ik nog wat van deze sprietjes. Die zijn van de Xenos en deze van die gouden bladeren en die zijn van de Intratuin. Maar ik vond dat wel helemaal leuk zo eruit zien in deze vaas. Deze vaas heb ik trouwens in de kringloop gehaald. Hoe mooi is die ook. Echt prachtig met die beige details. Maar ja, het gaat dus om die pampas graspluimen. Ik vind ze dus echt super mooi hoe dit zo leuk bij elkaar staat. I love it. Ze gaan dus wel een beetje hangen. Ik weet niet of dat te zien is. De bovenkant, maar ja, dat hoort denk ik gewoon zo. Ja, het gaat gewoon een beetje hangen, maar ik vind het op zich niet heel storend. Maar in ieder geval, dit zijn de pluimen en ik vind ze echt helemaal leuk. Leuk ook in combinatie met de rest. Ja, dus dat zijn die. En die zijn dus €12,10. En je krijgt ook echt, zeg maar, zo'n hele bos. Dus dat is wel top. Oh, ik kreeg trouwens nog deze vaas bij die pluimen. Dit hoef ik, ja, dit is niet echt, nee. Maar goed, ik kreeg het erbij. Ik wist niet eens dat ik dat erbij kreeg bij die pluimen. Dus het is gewoon een plastic vaasje met van die ribbels. Het lijkt heel mooi wit, maar het is eigenlijk crème. Crèmekleurig. Dus ja, dit is... Ik bewaar het wel. Misschien komt dat ooit nog heel erg leuk van pas. Als je het een beetje ver weg zo hebt staan, dan is het misschien nog wel schattig als je er wat leuks in doet. Maar ik vind het het mooiste in mijn vaas die ik daar heb staan. Dus ja, die kreeg ik er nog bij in of zo. Wist ik ook niet. Ik weet dus niet meer wanneer alles is binnengekomen. Ik weet wel dat die hondenbench, oftewel die konijnenren, echt 2 weken daarna al was binnengekomen. Dus in januari. Maar de rest is echt 2 maanden ongeveer pas binnengekomen. Dus dat heeft wel 2 maanden geduurd. Het is echt een verrassing dat ik allemaal heb besteld, joh. Oh, ja. Dat vind ik handig. Dit vind ik wel echt handig, maar dit kun je dus opplakken ergens aan een muur of zo. Moet ik even kijken waar ik dit allemaal ga laten. Maar dit is dus zo'n ja, rubber dingetje. En dan heeft hij allemaal van die gaatjes ertussen. Dit kun je ook helemaal buigen. Maar dit kun je dus tegen een muur aanplakken. Dus dit is gewoon een sticker. En dan kun je al je draden van je mobiel bijvoorbeeld hier allemaal in organiseren. Ja, ik vond dit wel handig, want ik heb altijd best wel veel draden van mijn laptop, van mijn mobiel, mijn oplader zeg maar. En als je dit dan ergens tegenaan plakt, dan kun je zo die draadjes helemaal mooi organiseren. En die kost €1,56. Volgende pakketje, en dit heb ik al gezien wat het is. Ik heb namelijk hoesjes besteld. En ik bestel altijd mijn hoesjes op AliExpress eigenlijk. Want hier heb je ook, als je goed zoekt... Ik haal het even uit de verpakking. Oké, ik heb het even uit de verpakking gehaald. Maar ik heb hier dus hoesjes. En als je goed zoekt op AliExpress, vind je van die hoesjes met een Apple logo erop. Ik vind dit echt heel erg chill. Ik heb deze ook al gehad voor mijn vorige mobiel. Maar goed, ik heb dus een nieuwe. Dus mocht wel weer een nieuwe komen. Dus ik heb een beetje deze beige grijsachtige hoes besteld. En ja, dit is ook best wel zacht. Dus dat vind ik wel chill. Het is niet te zacht. En de binnenkant van die hoesjes is echt super zacht. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus dat is deze. En ik vind ze gewoon ook heel erg mooi eruit zien. En ik heb hem dus ook in het roze. Dat vind ik ook gewoon een heel erg mooi kleurtje. Ik kan hem er wel even omdoen. Dit hoesje is trouwens van Burga. Iemand daar interesse naar hebben. Deze. Zo. Oké, ik doe nu wel roze. Want ik heb roze aan. Dat is wel leuk. Ja, het gaat super makkelijk. Ja, echt top. Nou, die knopjes zitten ook gewoon goed. Het zit allemaal gewoon super goed. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. En het is ook heel erg zacht. Dus het voelt ook gewoon lekker in de hand. Dus dat zijn deze hoesjes. En die hoesjes kosten €3,08 per stuk. Oh, top ja. Dan heb ik ook nog een popsocket besteld. Ik heb deze marmeren. Ik zal hem even uithalen.
Hij is dus gewoon marmer, heel erg mooi, een beetje beige-achtig. En dan heeft hij hier gewoon een sticker en die kun je eraf halen en dan kun je het zo tegen je hoesje aanplakken. Dat ga ik nu even niet doen, maar dan ja, kun je het zeg maar zo chill vasthouden. Ik weet niet of je het kent, maar ik vind dat wel leuk. Ik moet zeggen dat de afwerking van deze popsocket niet heel erg mooi is. Oh nee, dat komt omdat er nog, dat dacht ik al, er zat nog een plakketje op. Nou is die toch wel mooi, anders zag je van die bobbeltjes. De popsocket, hartstikke handig. Dus dat is die. En die kost €1,27. Dan het volgende item. En dat is deze. Ik moet zeggen, ik had hem liever in het beige of in het wit gehad. Maar goed, smaak veranderen. Ik heb deze muismat besteld, maar er zit nog een krukkeltje in. Dus ik moet hier even een zwaar boek of iets op leggen. Zodat hij weer mooi wordt. Ik denk dat dat wel moet goedkomen. Maar het is dus deze hele schattige babyroze kleur. Deze muismat. En het is dus echt zo'n ja, leer lookje heeft hij. Ja, dat ziet er gewoon super chill uit. Dus dat is die. Ik weet nog niet of ik hem hier ga gebruiken. Maar op zich is het wel cute. Alleen ik weet niet of ik de kleur nu... Ja, ik vind de kleur dus heel leuk. Maar ik weet niet of ik het mooi vind zo in mijn kamer. Dit is €1,81. Aha, wacht. Ik zie nu iets. Hij is dubbel side. Dus je kan hem aan beide kanten gebruiken. Oké, je ziet een beetje de weerkaatsing van de ringlamp. Maar je hebt dus wit en roze. Maar het is dus niet wit. Ik dacht dat dat wit was. Maar ja, het is een beetje, wat is dit? Een beetje parelmoer paars lila-achtig. Dus dat is wel jammer. Anders had ik hem aan de witte kant kunnen doen. Maar goed, dit is niet wit. Maar op de foto lijkt het wel wit. Maar goed, maakt niet uit. Dat is die. Dan het volgende item. Is dit... Mask stick. Dit heb ik niet besteld. Mask stick. Hè? Oeh. Dit is niet goed hoor. Oké, dit ga ik ook niet echt laten zien. Want dit heb ik niet besteld. Maar misschien is er iets fout gegaan of zo. Lijkt me ook echt niet goed om dit te gebruiken. Maar het lijkt op een deo roller. Maskstick. Ja, ik denk een masker voor je gezicht of zo, dat je dat er zo op kan rollen. Maar dat ga ik dus echt niet gebruiken. Want je weet echt niet wat hierin zit. Wat er... Ja, je weet het allemaal niet. Dus deze ga ik ook gelijk weggooien. Misschien wel zonde, maar ik heb het niet besteld. Dus... Oké, dan komen we alweer aan bij de ene laatste. Een thank you kaartje. Met een leuke vlinder. Love it. Wat zit hierin? Oh ja, die zit wel goed verpakt. Ja, dit is top. Dit gaan we zo gelijk even testen. Ik heb namelijk... Top dit. Dit kun je in je auto doen. Dat kun je in die ventilatiegleufjes kun je dat er zo insteken. En dan heb je hier een magneet. Die doe je dan achter je hoesje. En dan kun je zo je telefoon er zeg maar aandoen. En dan kun je gewoon navigeren of muziek luisteren terwijl je dit zo aan hebt geklikt. Ik vind het heel erg handig. Ik haal even dit plasticje eraf. Ik heb nu ook zo'n soort ding in mijn auto. Maar die werkt heel onhandig vind ik. Dus dan is zo'n magneet veel sneller. Lijkt me wat chiller. Ik vraag me af. Ze zeggen toch dat als je magneten en zo achter je hoesje doet. Dat dan je batterij heel snel leeggezogen wordt. Volgens mij heb ik dat een keer gehoord. Dus let me know als dat zo is. Want ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ja, ik hoop dat hij mijn mobiel dan haalt. Oh, dat houdt hij wel. Super. Nou, dit in ieder geval voor een auto. Kun je het zo tegenaan klikken. Helemaal content mee. En dit kostte €1,82. En dan komen we aan bij het laatste item. En ik moet zeggen dat ik wel heel leuk aan het begin van de video zeg dat ik allemaal dingen voor mijn kamer heb besteld. Maar dat valt eigenlijk nog best wel mee. Maar dit is in ieder geval wel voor mijn kamer. Ik moet alleen nog even kijken waar ik dat wil doen. Ik denk daar zo gezellig. Ik ben trouwens nog helemaal niet helemaal klaar zeg maar, met mijn kamer. Ik wou nog wat kleine aanpassingjes doen. Mijn planten hebben nog een hele leuke mand of pot nodig. Ook die daar. Dus dat komt nog. Maar hier zitten twee items in en dit vond ik wel heel schattig. Dus allereerst. Dit is ook wel leuk voor een babykamer of zo, ik weet niet. Ik vind het wel echt heel erg schattig. Ja, dit ziet er heel erg mooi uit. Als ik het nu zie denk ik, oh dit is echt zo'n baby item of zo. Maar ik vind het wel heel schattig. Dit is dus van een beige macramee-achtige dingetje. Met van die leuke balletjes en dan heeft hij hier gewoon een houten ring. Maar dit is heel erg leuk om gewoon op te hangen of zo. En daar heb ik nog iets van hetzelfde, van dezelfde verkoper eigenlijk. En dit vind ik echt leuk. Dit ga ik daar doen. Dit is namelijk zo'n slinger, ook van macramee.
En dan heeft hij van die leuke pluimpjes aan. En ja, het is gewoon echt heel erg mooi gemaakt. Ik kan dit niet hoor. Ik vind het zo vet als je dit kan. Maar ja, dit ziet er gewoon echt heel erg schattig uit. En het past echt mega leuk bij mijn kamer. Dus dit ga ik zeker een leuk pakje daar geven. Dus dat ga ik jullie zo allemaal even laten zien. Dus dat zijn deze twee items. Heel erg blij mee. Ik vind het echt heel erg cute. Er moet nog een screen protector binnenkomen. Maar dat duurt dus nog... Nou ja, dat duurt nu al best wel lang. Dus ik hoop dat die gauw binnenkomt. Maar dit waren in ieder geval de items. En dan ga ik het nu allemaal even stylen en gebruiken en neerzetten. Kijk, ik heb hier dus van dat macramé kussen. En hoe leuk is dit dan? Echt schattig. Oké, ik heb dus nu deze. Maar dan moet je dit helemaal trekken, vind ik gedoe. Dus we gaan nu deze proberen. Oké dan. Oh mijn god. Hij houdt hem niet. Wat een grap. Oké, wat als ik hem wat hoger doe? Oké, ik moet hem dus een beetje op de hoogste doen. Zo, dan lukt het wel. Dan was dit de AliExpress video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vond je hem leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Daar maak je me heel erg blij mee. Ik zit dus nu midden in mijn tentamenweek, dus het is wat rustiger geweest, maar er komen echt hele leuke dingen aan. Ik heb hele leuke video-ideeën, dus dat gaan jullie zeker zien. En mijn uploaddagen zijn veranderd. Ik deed eerst altijd dinsdag en vrijdag, maar nu doe ik het op maandag en vrijdag. Dus elke maandag om 3 uur en vrijdag om 12 uur kun je een nieuwe video verwachten. Ik moet zeggen, de komende tijd misschien op vrijdag nog even niet, omdat ik dus nog in mijn tentamen zit, maar... Dat is in ieder geval een beetje wat ik wil aanhouden. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei! Oh, en check de beschrijving, want daar staat alles gelinkt.